En deze hoor. Ik heb het eerst allemaal afgetaped. Helemaal die hele trein niet meegemaakt. Ik zat zo in de telefoon. Echt schandalig eigenlijk. Ja, oh kut. Gooi ik het naast de wasbak. Dus ik kom thuis. Het eerste wat ik deed, lenzen uit. Ja, dat ga ik wel even doen. Ga ik achter de motor. Misschien word ik dan gewoon lekker door de wind wakker. Maar even lekker lunchen. Dat is ook alweer lang geleden dat we dat hebben gedaan. Omdat ik zondag weer moet werken, maar het was allemaal echt heel goor. En nu net klaar met rijden. Goedemorgen, goedemorgen. Het is vandaag... God, waarom weet ik dat nooit, hè? Het is toch vreselijk? Welke dag was het gisteren? Het is vandaag vrijdag. En gisteren heb ik niet meer gefilmd, maar ik heb namelijk gewoon gewerkt. We waren nog heerlijk laat klaar, want er zat één tafel weer zo lang nog gewoon als enige, zeg maar, in de zaak. Dus iedereen ging uitklokken, behalve ik. Ik dacht, nou, ik wacht maar gewoon totdat ze klaar zijn. En toen ging Elvira ook alvast gewoon de laatste glazen ophalen en zo. Toen zeiden ze van, oh, is dit onze cue om te gaan? En toen zei ze, oh... Toen liep ze weer terug en toen hebben ze daarna nog steeds volgens mij een kwartier gezeten. Maar ja, prima. Dan verdien ik tenminste makkelijk geld. En daarna was Carlo jarig. Die was eerst even weg met Anthony en zo. Hij was naar opera geweest in Amsterdam. Ze hadden volgens mij gratis kaarten ergens weten te fixen. En toen zijn ze daar eens heen geweest. Maar toen kwamen ze daarna een soort van terug bij ons bij de nazit. En toen hebben we even nog een drankje gedaan met z'n allen. Dus dat was zo gezellig en zijn moeder was er zelfs ook nog... En die had nog kip meegebracht vanuit Portugal. Dat hebben we nog daar lekker opgegeten. Dus dat was wel gezellig. Maar toen was ik alweer laat thuis. Ik sliep echt om 3 uur of zo. En om, wat is het, 8:30 stond mijn wekker alweer. Omdat ik namelijk nu, as you can see, in Sassheim al ben. Want ik ga zo bij tante... Ja, moesten we volgens mij een muurtje glad maken. Over behang heen. Of eerst dat behang weghalen en... Dan over die muur heen. Dus ik ging mama even daarbij helpen. Maar ik ben wel een beetje moe. En ik moet vanavond weer werken. Maar ja. Ik moet gewoon echt nog heel erg wakker worden. Ik had in de trein een broodje pindakaas gegeten. En even wat gedronken. En toen gechilled. En daarna hierheen gefietst. Maar dus we gaan zo. Ik ga denk ik zo even alvast omkleden. Want ik ga natuurlijk niet hierin. Dat is heel erg zonde als dit allemaal vies gaat worden. Dus ik heb een oude trainingsbroek meegenomen. En een shirt. Ik twijfel of ik dat nu al aan ga doen of dat ik dat bij tante doe. Maar ja, deze snoetsels ook weer. Ze waren zich net aan het wassen. Dat is zo schattig. Kijk nou. Baby's. Kijk, hij gaat dan ook haar wassen. Dit is te lief. Hij zat net ook onder het flapoortje. Nou, wij zijn bezig hoor. Ik heb het eerst allemaal afgetaped. Een prachtig lila kleurtje. En nu zijn we aan het verven. Maar we hadden eerst nog rollers nodig. Dus mama is eerst nog even langs Action gegaan. En daarna had ze nog boodjes gehad bij de appie. En toen hebben we net lekker geluncht met z'n allen. En nu zijn we dus aan de slag. Dus het wordt een soort van een roze muurtje. Er moeten wel 2 laagjes hier overheen. Want anders dekt het niet genoeg. Maar we zijn nu gaat ik er bezig. Ja, maar nu weer werkkleding. Nee, roos. Dat handje ook. Nou, we zijn klaar hoor. Beppie en Beppie. Nee. Nu even snel terug en ik ga even wat skispullen pakken. Zeg maar met jas en zo. Want dan hoef ik niet meer heen en weer. Voor als ik dus met Kensho en zo op skivakantie ga. En dat is namelijk al bijna. En je helm. En mijn helm en zo. Ik heb geen broek, daar moet ik nog even nieuwe voor scoren, want vorig jaar ben ik eruit gescheurd. Gewoon mijn vriend dit. Daar heb ik een heleboel gezien. Ja, dat klopt. Maar Kensho heeft ook nog een nieuwe winter of een jas nodig. Dus misschien gingen we even ergens heen. Ja, dat hoeft misschien ook niet. Je hebt wel gigantisch mooie grote skiwinkels, heb ik op televisie zien. Ja, vorig jaar waren we toch ook... nou ja, in ieder geval, ik ga nu even terug spullen pakken en dan de trein naar Duivendrecht weer. Daar even snel omkleden en dan naar werk. Vol dagje zo. Nou, de spulletjes zijn gepakt en er is ook vast de tas die ik dus mee ga nemen.
Dus dat moet ik nu meekrijgen op de fiets. Maar ik denk dat ik alles gewoon in één doe. Dat is misschien wel makkelijker. Nou, ik ben weer thuis aangekomen van de trein. Ik heb helemaal die hele treinrit niet meegemaakt. Ik zat zo in mijn telefoon. Echt schandalig eigenlijk. Maar ik ben er weer. Het is nu iets voor 4. Dus ik ga even mijn werkkleding aandoen. En ik twijfel of ik ga fietsen. Misschien wel. Lekker, want kan ik gewoon oortjes in. En ik was namelijk een podcast aan het luisteren van mijn broers. En die heb ik nog niet af. Dus ik dacht, dan kan ik dat zo lekker afluisteren op de fiets. Want in mijn helm, als ik dan oortjes in heb, dan doet het en heel veel pijn. En ik vind het een beetje naar, ook op scooter als ik oortjes in heb. Want je hoort gewoon daardoor veel minder. En dat vind ik op scooter wel een soort van gevaarlijker. Dus ja. Maar ik ga me even omkleden dus. En dan over 10 minuutjes maar weer weg. Oh, ik ben moe. Erg moe, kan ik je vertellen. Maar ja, nog even een avondje strijden en dan ben ik morgen vrij. Ja, morgen ben ik lekker vrij. Dus ik ga een beetje uitslapen, nog even de school doorlezen, want dat heb ik intussen nog helemaal niet gedaan. Maar dat moet wel zo goed komen. En zondag in de ochtend kan ik het ook nog wel doen. Dus ja. Nou, ik ga me even omkleden. En even het bed opmaken, want het ziet er niet uit. En dan avondje werken. Ach, en zo schattig ook. Ik ging bij mama weg met de fiets, zeg maar, naar het station fietsen. Naar de trein dus. En ik fiets zo de straat in. Zo. Ik sla gewoon links af. En op een gegeven moment denk ik, huh, dat is mama de auto. Zit mama daarin? Rijdt ze achter me aan, doet zo het raampje open naast me, zegt ze, doet ze zo dit. Ik zeg, ja, dit had ik nog voor je. Ik zeg, ja, rij maar door naar het einde, dan mieten we daar wel even. Dus toen stond ze daar stil. Is ze dus achter me aangereden om dit aan mij te geven. Want ze had dit ook voor Mick en ze had er volgens mij zelf ook eentje. Een soort dus thee-koffie dingetje. En ik wilde er oprecht laatst zo één bestellen. Om thee mee te nemen, of koffie. Nou, ik drink nooit niet echt vaak koffie. En toen zeg ik, ja, sluit hij ook goed? Zeg, ja, supergoed. Nou. Ik vind het helemaal leuk, maar je moet op klikken. Oh, dan kan je zo drinken. Wat grappig. Maar wat goed. Ik hoop dan echt dat hij goed sluit. Ik ga hem eens even proberen. Oh, ik moet ook eigenlijk gaan. Ik ga dit heel snel even doen. Kijk hoor, of dit hier kan zitten. Zit aan de indoor. Kijk of hij dan nu. Ja, nu is hij dus gesloten. Ja, oh kut. Gooi ik het naast de wasbak. Meis. Dat is onhandig. Maar kan ik dan ook zo drinken? Ja, ik moet hem misschien nog wel even afwassen. Maar dit gaat top. Wat perfect. Mm. Oh, dit vind ik helemaal leuk. Dit wordt helemaal mijn nieuwe speeltje. Enig vind ik het. Nou, nu moet ik echt gaan. Anders kom ik echt alweer te laat van gisteren. Want je moet namelijk bij ons inklokken om 4:30. En dan ga je eten. Maar als je dus 3 minuten of 1 minuut na 4:30, zeg maar, jezelf inklokt, dan begin je een kwartier later. Dus dan heb je gewoon eigenlijk een kwartier verspeeld. En dat is zonde, dus ik moet nu echt gaan. Ik neem ook even lekker een appeltje mee en wat kwark. Want ik heb altijd honger in de avond na gewoon het eten. En dan om 8:00, 9:00, dan heb ik zoveel trek. Dus ik ga het lekker meenemen. Ik ben weer lekker thuis van werk. En ik kon, mijn ogen konden niet meer. Ik had zo'n last van mijn lenzen. Het is echt, ik heb het in tijden niet zo erg gehad. Branden. Dus toen ik klaar was, ik ging ook meteen naar huis. Ze zeggen, waarom ga je naar huis? Ik zeg, ik kan niet meer kijken. Ik moet dit uit. Ik dacht, als ik nu ook soort van blijf zitten, dan, ja, het echt, het was verschrikkelijk. Dus ik kwam thuis, het eerste wat ik deed, lenzen uit. Oh, het is, en nu nog steeds brandt het gewoon in mijn ogen. Maar echt, ik heb ze gewoon heel lang ingehad vandaag ook. En ik had hele droge ogen omdat ik een beetje moeig was. Nou, die combinatie is verschrikkelijk, kan ik je vertellen. Maar ik heb het nog nooit zo erg gehad.
Maar ik had nog een beetje trek. Dus ik heb een appeltje. Ben ik even lekker aan het schillen. Nou ja, hier is een sticker op. Even in stukjes aan het snijden. Doe ik, godverdomme. Nou. Wat een moeilijke sticker. Tjonge. Maar ik wou zeggen, een beetje kaneel overheen. En dan ga ik dat even opeten. Misschien nog voor een serietje. Het is 12:30. Ga ik nog iets kijken? Of ga ik dit opchappen? En me gewoon echt meteen klaarmaken voor dit. Dat weet ik nog even niet. Misschien dat ik wel heel even een serietje aanzet. Het was ook echt een drukke avond op werk. Dus de tijd ging echt heel snel. Dat vond ik wel echt moeilijk chill. Want het was echt ineens al 10:00. Alleen het laatste duurde gewoon heel erg lang nog. Want dan moet je gewoon wachten tot het iedereen soort van gaat afrekenen. Maar ik was volgens mij om 12:00 gewoon klaar. En toen ben ik lekker naar huis gefietst. Met mijn podcastje op van Broers. Ja, ik ga nog heel veel serietje kijken. Daar heb ik zin in. Er is ook niemand thuis. Ik denk dat Kenzo ook chill is met vrienden of zo. Geen idee. Ik heb niet gehad. Ik zie hem wel weer thuis komen. En Biko die is er ook niet. Dus ik kan lekker even hier nog relaxen. Heerlijk. Goedemiddag. Het is zaterdag vandaag. En ik ben moe. Niet vooruit te branden was ik. Ik heb wel gewoon weer lekker gestrest hier. Rustig wakker geworden. Maar ik word maar niet wakker. Het is niet normaal. Ik heb gisteren na werk nog hier even op de bank dus gechilled. Toen uiteindelijk rond 1:00 of 2:00 dacht ik gaan slapen of zo. Maar ik weet niet. Ik ben moe. Ik word niet wakker. Misschien dat ik even koffie ga nemen. Later. Vandaag. Maar Kenzo die heeft namelijk schoenen ergens gebruikt om schoon te laten maken. In plaats van die witte schoenen. En die heeft hij nu daar speciaal laten schoonmaken. En die gaat hij dus ophalen. En toen zei hij, ga je even mee. Toen dacht ik, ja, dat ga ik wel even doen. Dan ga ik achter op de motor. Misschien word ik dan gewoon lekker door de wind wakker. Dat zou namelijk een mening zijn. En daarna misschien even, ik heb koffie nodig denk ik. Maar we gaan er vandoor. Nou, we waren even naar Bussum gereden om dus die schoenen voor Kenzo op te halen. En op de terugweg zijn we nu naar Porterhouse is het. Dus bij een fortje. Maar kijk nou, ik zit even lekker hier. Kenzo ook naar de wc, we moesten zo nodig plas al bij. Maar even lekker lunchen. Dat is ook alweer lang geleden dat we dat hebben gedaan. Dus we hebben even ik heb een steak sandwich en hij een burgertje en even koffie. Dat heb ik echt wel nodig. En dan gaan we even lekker eten. Wij zijn inmiddels weer thuis aangekomen. En ik heb nog steeds heel koud vanaf de motor. Dus ik ben heel nog aan het opwarmen. Ik heb net even een kruik gemaakt. Want ik wilde even wat aan school doen. Maar daar zit je dan ook weer stil aan tafel. Maar we hebben dit hier nu even een beetje opgeruimd. Omdat straks mensen dus komen kijken voor dit bed. Om eventueel dus over te kopen. Ik hoop het. Want dan is dit gewoon lekker weg. Dat zou heel chill zijn. Want we willen hier misschien een beetje zo'n... een beetje zo'n chillhok van maken. Dus gewoon een bank hier zetten, maar dan wel een slaapbank. En misschien gewoon dan een kastje met een tv. Maar dat moeten we nog even bekijken. Maar ik ben nu maar gewoon even een wasje aan het afhalen en ophangen. Om maar warmer te worden. Want ik ben helemaal afgekoeld van die motor. Dus ik ga nu even dit wasje ophangen. Want ik heb even mijn werkkleding en zo erin gedaan. Omdat ik zondag weer moet werken, maar het was allemaal echt heel goor. En ik vind dat dan toch een beetje naar om dan echt in vieze kleding te werken. Dus mijn truitje heb ik lekker gewassen en mijn shirts. En daarna moet ik echt even wat aan school doen. Ik heb net 2 regels gelezen en dat was het. Maar ik moet even heel mijn document gewoon even een beetje doorlezen, zodat het echt helemaal weer vers in mijn hoofd zit. Nou, ik ben intussen eventjes bezig geweest om mijn hele document door te lezen en de belangrijkste punten hier gewoon te noteren. En het bed is dus opgehaald. We hebben nu een hele lege kamer daar. En Kenzo is intussen even boodschappen bezig doen. We hadden nog een pizza aan de vriezer en ik had nog soep. Dus ik dacht, nou, als je er gewoon nog een broodje bij haalt en jij een eigen soepie, dan kunnen we gewoon een soep met pizza eten. De broodjes. Dus hij heeft nog een champignonsoepje gehaald. En ik had deze tomatensoep namelijk nog. Dus ik dacht, prima voor een zaterdag. Dus dat zijn we nu een beetje gewoon eigenlijk aan het opwarmen allemaal.
Ik heb dus een pizza met van deze ham erop. Dus dat moet ik er zo meteen even overheen doen. Nou, ik heb heel even nog een beetje school doorgelezen. Ik heb toch echt heel weinig gedaan weer. Maar ik denk, ja, het zal allemaal wel. Ik moet het maar gewoon gaan zien die dag. Ik hoop dat het goed komt. Maar Kees was in de woonkamer voetbal aan het kijken. En ik had daar totaal geen zin in. Dus ik heb heerlijk het kamertje voor mij alleen. We hebben net het bed opgemaakt. Want die had ik vanochtend even alles afgehaald. Want die moest even verschoond worden. En heeft het hier lekker de hele dag een beetje gelucht. Een raampje open gehad. En dan is het nu helemaal lekker fris. Dus hier hebben we net even het bed opgemaakt. Dus heerlijk een schoon bed. Oh, dat is toch het lekkerste wat er is. Ik ga nu de tv aandoen. Dus het werkt allemaal. En dan ga ik hier even lekker mijn eigen serie kijken. En dan niet altijd laat slapen, want ik ben moe. Ik weet echt niet hoe het komt, maar het is 9:30 en ik kan al niet meer eigenlijk. Ga ik even één aflevering kijken en dan lekker slapen. Oh, zo gaat deze televisie niet, hè? Oh, daar gaat hij. Zoek hem nou? Ja, ja, daar gaat hij. Goedemorgen, goedemorgen. Het is zondag vandaag en het is lekker weer. Ik was hier een gordijntje aan het openen, of ook in de slaapkamer en hier. Toen dacht ik, oh, wat een lekker zonnetje. Echt genieten. En ik had eigenlijk de wekker om 9 uur, of nee, dat is helemaal niet waar. Ik werd wakker om 9 uur. Toen dacht ik dat ik wilde er nog niet uit. Dus toen ben ik weer mijn ogen dicht doen. En toen werd ik volgens mij om 11 uur of zo pas weer een beetje lekker wakker. Ik heb nog een beetje lekker gesnoezeld in bed. En nu dacht ik, kan ik er wel uit? Want ik moest alleen vandaag het huis schoonmaken, zeg maar mijn taak. Nou ja, het huis, de woonkamer. En voor de rest heb ik eigenlijk, moet ik gewoon werken vanavond. Dus ik dacht, ik ga nog heel even lekker chillen. Dan ben ik tenminste goed uitgerust. Dus ik ga nu even weer even een beetje stretchen op het matje. En dan ga ik mijn ontbijtje maken. En een beetje rustig wakker worden. En dan dus even stofzuigen en dweilen. Zo naar de woonkamer even een beetje opruimen. En even school de laatste keer doornemen. En dan klaarmaken voor werk. En dan is morgen eindelijk de dag van mijn verdediging. Ik ben toch benieuwd hoe dat eraan toe gaat. Ik vind het helemaal spannend. Zo, ik heb inmiddels al even gedoucht en me klaargemaakt en zo. En nu het hele huis weer schoongemaakt. Of nou ja, de woonkamer dus wat mijn taak was. Dus hier alles schoon, doekje overheen. De vloer helemaal gestofzuigd overal. En nu net klaar met dweilen. Maar het is bloedheet hier. Omdat het zonnetje hier gewoon nu inschijnt. Het is gewoon 20 graden, maar ik heb het bloedheet, omdat ik natuurlijk ook heel de tijd bezig ben geweest. Maar het is wel weer echt lekker schoon. En we hadden even een nieuwe allesreiniger voor de vloer. Dus het ruikt nu heel lekker hier. Helemaal fris is het. En ik heb dus mijn make-up gedaan, maar ik heb mijn wenkbrauwen niet gedaan. Volgens mij is het op mijn camera. Want ik wil dus kijken hoe dat is. Dus ik heb nu eigenlijk alleen maar een soort van wenkbrauwgel erin gedaan. Dus het is wel heel natuurlijk, maar ik voel me wel heel kaal, moet ik zeggen. Maar ik dacht, misschien moet ik daar gewoon aan wennen. Dus nu heb ik eigenlijk alleen hier een klein beetje bronzer op gedaan. Een beetje blush. En mijn mascara. Dus dan ben ik gewoon veel sneller klaar. Ook al ben ik echt niet lang bezig met mijn wenkbrauwen. Maar ik zag laatst gewoon foto's en toen dacht ik, ik vind het er niet eens meer zo heel mooi uitzien. En het zit niet altijd even goed. En dan zie je soms hier ook van die lijntjes zitten. En nu heb ik gewoon lekker mijn eigen haren. Dat is natuurlijk sowieso altijd, maar dus niet getekend. Dus misschien laat ik het even zo de komende tijd. Dat ik er zelf aan wen. In ieder geval laat ik het vandaag zo. Maar het is nu 9:30. Ik ga nog even een half uurtje mijn presentatie oefenen. En laatste dingetje doorlezen van school. Dan kleed ik me om en dan ga ik lekker werken vanavond. Nou, ik kom weer thuis van werk. En ik heb even mijn strakke staartknot dingen eraf uitgehaald. Dat zat allemaal niet meer. Maar ik ga lekker maar een beetje in eigenlijk gewoon. Ik heb even gechilled op de bank nog, maar het is nu ongeveer 1 uur.
Morgen heb ik dus mijn verdediging van mijn scriptie. En als dat dus allemaal goed is, ben ik klaar. Oh my god. Maar het is natuurlijk zondag vandaag, dus ik sluit lekker de video af. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het weer leuk vond. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje achter te laten. En dan hoop ik je natuurlijk weer te zien in mijn volgende. Ciao, ciao.